Draait ook mooi. Nicolaas heeft het nooit koud. Nee hoor, nee. Ik heb het altijd warm als ik in Spanje ben. Hè. Ja. Ik wil eens even kijken hoor. Ja, Sinterklaas. Ja, Sinterklaas. Wat voor skelet? Op het skelet. Ja, een gouden waarheid vol, hè? Ja. Meneer Verbeek. Buurwijn. Ja, dankjewel. Ja, dat is niet waar. 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 U voelt zich bedrukt, gefokt, beduveld, bedoemd, genaaid, in de strijd genomen. Wij weten heus al wat je eraan kan doen. Gewoon niet vechten. Vechten, dissen, elimineren. Ik wil er een beetje klagelijk uit. Niet zwijgen, weghouden, de mond stoeren. Koppie op de douwen, laten tackelen. Kruig een beetje mee. Ze zullen zich allemaal verzamelen rondom het oude stadhuis. En even een applausje voor die betaalde permietje. Met de muziek mee voor en aan zee. Niet helemaal met de muziek mee. Is eigenlijk de burgemeester van Buren. Ik mis hem ook, hè? En die heeft, hij heeft jullie, denk ik, uitgenodigd, of niet? Ja, nog niet gezien. Ja, ze zijn goed vermomd, denk ik, hè, deze keer.
Ik denk het ook, misschien wel het hele college, dus niet alleen die burgemeester. U mist meer dan alleen de burgemeester. Wij gaan hem ook missen. Wij bedoelt Brielen gaat hem missen. Ik heb voor de rest geen oordeel. Ik ben compleet neutraal zoals altijd. Dat begrijpt u wel. Daarom ook is er een groep uitgesloten. Niet van deelname, maar wel van het prijswinnen. En die hebben wel weer de grootste mond, hoor ik. Ja. Maar ik zal nog wel even het varsje zak nog wel even wassen. 2022. Maskerade, we zijn weer blij dat we het kunnen doen. Niet waar, mensen? Na de corona. Ik zie hier een groep. Die hadden een, dat was nummer 15. Die zijn hier aanwezig ook, 15. Oh, ik hoor een heel klagelijk. Het was ook een klaagbox. Een klaagbox. Meneer S en mevrouw, goed uitgebeeld staat hier zo. Nummer 12 is Moeder Aarde. Zorg goed voor mij, actueel, staat hier. En goed uitgebeeld. Moeder Aarde. Geweldig. Er is een groep partizanen. Zijn die ook aanwezig? De partizanen. Ja, oh, dat zijn de partizanen. Die hebben het over de energietransitie. Ze hebben even geen energie mee. Ze hebben even geen energie meer. Maar het is goed uitgebeeld, staat hier. En actueel. Zeker actueel. Energie is actueel. Nummer 17. De tekst was: na 450 jaar verliest Alfa nu echt zijn bril. Heel origineel gevonden. De gleuf. Ja. Niet in de gleuf kijken, stond er. Nou is dat altijd niet echt netjes om in de gleuf te kijken. Maar het was wel creatief gevonden, zei de jury. Ik lees dus alleen het juryrapport maar voor. Ik heb zelf geen mening. Nummer 13, de Brielse huiskamer. Het thema was eenzaam. En dat is verschrikkelijk als mensen eenzaam zijn. Als je samen bent is het altijd leuker en is het altijd beter. En dat zie je hier nu ook op het plein. We staan met z'n allen hier en we wachten gewoon met kloppend hart op pakjesavond. Maar we staan toch maar eventjes hier om te kijken wie er nu met maskerade weer gewonnen heeft. Dus de Brielse huiskamer ook genoemd. Nummer 14, een houten skelet. Oh, het ging over het houten skelet. Ja, ja. Heel actueel. Heel actueel. Zat er ook wel een klein beetje in, hè, dat die dingen erbij zou zitten, ja. Mooi protest dat hier. Dan de groep, er stond iets op karton. Historie blijft bewaard. Wie was dat? Oh, nou, u heeft het karton al weggedaan. Oh, daar staat het. Ja. De krasse knarren. Wie zijn de krasse knarren? En met de grootste krasse knar die staat hier u toe te spreken. maar ook die zijn langsgekomen. Ja. Heeft u al een applaus voor de krasse knar gegeven? Ja. En dan tenslotte, ja, die moet ik dan toch even noemen. De groep Kanonnen aan de Vuiten. Ja, dat zijn de mensen die al een jaartje of 12 achter elkaar gewonnen hebben. Toen is er wat protest opgeklonken, ook een van de protesten die opgeklonken is. En die zeiden van, die gasten die moeten maar niet meer meedoen. Maar dat laten ze zich niet zeggen, burgemeester. Dat laten ze zich niet zeggen. Dus ze hebben meegedaan, maar buiten mededinging. En dat is heel sportief. Volgend jaar weer wel, heren? Ja, zeker. Ja, en niet buiten mededinging? Nee, ik ben al. Oké. Nou, na deze reeks van mensen die ik opgenoemd heb en groepen die ik opgenoemd heb, komt nu het grote moment. Welke groep heeft er nu gewonnen? In 2022. En dat is de groep. Ik laat u niet langer in spanning. Het is de groep Partizanen met Energietransitie. Het is een bekend hoedje. Ja, en ook bekende schoenen, vond ik. Ook bekend. Het zijn wel hele mooie schoenen. Dure schoenen ook, hè? Ja, een burgemeester waardig, zou ik bijna denken. Heeft u er nog iets herkende?
Nou ja, en ook wel kennis van lokale politiek en alles en wat er allemaal gebeurt. Het is heel opvallend. Ja, ik denk het ook. Het lijkt ook wel weer doorgestoken kaart, maar is het niet, hè, beste mensen. Het is nooit doorgestoken kaart, maar ik zou graag een vertegenwoordiger van de groep Partisanen naar voren willen. Burgemeester van Hellevoetsluis, wilt u even mijn staf vasthouden? En de burgemeester van Westvoorne, wilt u even mijn briefje en even controleren gelijk of het allemaal goed gedaan is? Volgens mij wel. Ja, klopt dat? Dan mag ik dan een vertegenwoordiger van de groep Partisanen hebben? Wow. Nou, ik heb geen hand over om u een hand te geven. Maar u hartelijk gefeliciteerd met de winst van deze felbegeerde trofee. Het gouden masker. Eén probleem, Sinterklaas. Geen bekendste. Ja. Eén probleem, want wij hadden ook buiten mededinging mee te doen. Want we hebben geen plaats meer voor die Vond Lubke prijs. Nee, dat. Dus u wilde buiten mededinging doen? Buiten mededinging. Dat is de jury ontgaan, denk ik. Dat denk ik ook. Dat is alleen maar een teken dat u het. Ja, dat u toch wel uitspringt. Uit al de deelnemers. Wij gaan nadenken over een hele mooie plek voor de Vond Lubke prijs. We hebben nog een mooi museum en nog van alles om hem neer te zetten, denk ik. Nou, hij is u gegund. Wilt u hem van mij overnemen? Alsjeblieft. Dank u wel. Thank you.